Een dik applaus voor Beatrice Flamini, die na anderhalf jaar de grot verlaat. De Spaanse vrouw ging de grot in voor een onderzoek. Wetenschappers wilden weten wat er gebeurt als iemand zich heel lang helemaal afsluit van de rest van de wereld. Ay, por Dios, qué día más tonto llevo hoy. Qué ganas de llorar todo el rato. Ze deed van alles om zich maar niet te vervelen. Ze schilderde, tekende en breide mutsen. Ook las ze 60 boeken. No es que el tiempo pase más rápido o más lento. Es que el tiempo no pasa, porque siempre son las 4 de la mañana. Ze probeerde fit te blijven door veel te sporten. Wetenschappers vinden het knap dat de vrouw het zo lang heeft volgehouden. Ella tenía claro el método muy fuerte mentalmente, tanto en alimentación sabía lo que tenía que comer, lo que tenía que beber, así muy metódica con el agua. Entonces, una persona muy dura. De Spaanse vrouw was 48 jaar toen ze de grot inging. 500 dagen later heeft ze 2 verjaardagen gevierd en 2 keer oud en nieuw, alleen en in het donker, maar dat vond ze niet erg. Pero es una pasada, tía. Es una pasada. Está siendo una verdadera pasada.